Bubble. Ach, wow. Jezus, wordt het deze? Blauw of deze? Oh, lekker. Voor je allereerste telefoon en dan doen we... Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Lekker! Het is echt iets te doen! Ik was nog niet klaar! Oké, opnieuw, kom! Hallo allemaal! Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Lekker! Het is best wel lastig, maar goed, het is volgens mij wel duidelijk. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag hebben we iets leuks in petto. Tenminste, of het leuk gaat worden, weten we nog niet. Maar vandaag mag de man zijn levens bepalen. Ik ben zo benieuwd wat jij allemaal gedacht hebt. Want je had al wat leuke ideetjes, zei je. Ja, ik ben benieuwd. Waarom kijk je mij aan? Jullie. Wat? Jullie. Ja. Wat wij? Wat moeten we doen? Ja. Okay. Jij bepaalt zijn levens. Jij moet met je kleren in het jacuzzi. Wat heb je met je jacuzzi altijd? Zo, dat kwam er makkelijk uit. Ik ga jou nu toch trekken, want weet je wat? Ja, je bent echt heel lief. Oké. Hier was ik echt niet klaar voor. Oh, hij gaat. Hij gaat. Met je kleren in de jacuzzi was. Hè? Je hebt het gehoord, niet erop. Denk je nog wat laatste woorden voor jouw vader in je jacuzzi in gaat? Veel plezier. Oh, veel plezier, je hebt het gehoord. 3, 2, 1. Het is niet lekker. Eet je bubbeltjes aan. Super papa. Nou, gooi er maar bij voor nog meer plezier. Yay. Yay. Oh. Nog meer. Oh. Mia, zou ik erbij gooien? Nee. Zo goed, jongens? Ja. 1 hour later. Hij zit er echt allemaal in, dus je mag eruit en zo. Erika gaat zich helemaal omkleden. Mia, zo'n dag, ga weg. Hoe moet ik zo gaan voetballen? Koud. Oké, de strijd gaat beginnen. Papa versus Stefan, 1-1. Oh, nu is de bal nat. Oh. Dat is niet lekker, jongens. Oké. Je lijkt, stop. Je lijkt een beetje op een pingwing. Doe eens even een pingwingdans. Oh nee, dat mag ik niet bepalen. Jij bepaalt. Sorry. Ja, ik was even een beetje afgeleid. Oh, wat is dit hier? Oké. Ik mag me niet aanraken. Oké. Ik mag me niet aanraken. Ik mag me niet aanraken. Trouwens, kom jij eens even hier. Ik weet niet dat ik dit moet doen. We hebben daar ook hier. Wacht even. Wacht. Ik ga allemaal in je huis. Ik heb net opgeruimd, dat ga je niet doen. Opruimen. Kom maar. Nee. Lekker voor jou. Debra, mag ik even zo omkleden? Zo, ik ben omkleed. Debbie, wat zou je ook weer gaan doen? Yeah! Ben je klaar voor? Miromo! Oh, ja. Okay, blijf maar. Ik weet wat de volgende is. We gaan shoppen. Oké, wat gaan we doen vandaag? Echt serieus. Dat is jouw idee, Esther. Oké, we zitten in de auto. Dat kunnen maar 2 dingen betekenen als Esther wil shoppen. Oké, allebei tegelijk. 3, 2, 1, snoep. Goed. Nee. Telefoon. Wat telefoon? Een telefoon kopen? Ja. Oh, die zal ik niet aankomen. Oké.
Oké, we zijn aangekomen bij de telefoonafdeling in een winkel. Wat wil jij? Gewoon zo'n telefoon, een smartphone. Oké, maar heb je enig idee hoe duur deze dingen zijn? 249 euro, Debran. We kunnen misschien nog eventjes doorkijken. Kijk, neem rustig je tijd. We gaan even kijken. Wat? 249 euro. Ja. Wat zijn je eisen voor een telefoon? Wat moet er mee zijn? Gewoon een mooi kleurtje. Welke kleur vind je mooi? Een blauwe telefoon. Okay. Als hij telefoon uitkiest, loopt deze gewoon weg. Mimi. Hey, Mias. Mimi. Kom eens terug. Hey, kom eens. Duurste telefoon van jullie mogen raden hoe duur deze telefoon is. Dit is echt een telefoon zoontje, ik heb hem nooit gezien. Kijk, doe hem open. Kijk dit. Het is gewoon een tablet keer telefoon in één. Maar hoeveel denk jij, Debra? Als ik zeg het is de duurste telefoon. Ik zeg 16. 1900? En het antwoord is... Ach, jezus, gelijk. Maar wat gaat het worden? Hij is niet in het blauw. Wordt het een blauwe telefoon of wordt het deze? Blauw of deze? Oké, nou we gaan zo meteen laten zien welke die heeft gehad. Weet je, ga maar zo. Oh. 1 hour later. Oké, we staan in de rij voor de kassa. Nee, gaat hij dit verleiden? Gaat hij dit verstaan? Mooie telefoon, hè? Ja, mooi. Oh. Sushi snoep. Ik koop voor iedereen hier voor mij. Jij koopt het of wij? Jij bepaalt dat wij... Oké, welke wil Ila hebben? Deze wilt hij voor hen. Ik wil deze toch? Goeie prijs. Oké, wacht maar. Wat gaat nu komen, Debran? 3, 2... Vind alsjeblieft. €202 betalen. De auto is hier boven. De auto is boven. We staan hier al. Nee, we gaan nu naar beneden. Leefje. Oké, daar. Oké, er is hier maar één pad die wij hoeven te lopen. Hier, hoppa, we weten het allemaal al. Er is volgens mij ook maar één ding wat jij wil in deze winkel, of niet, Debran? Ja. Alleen ja, wat ga je nemen? Want ze hebben geen kaarten hier. Alleen speelgoed. Waar? Oké, we zijn bij de kassa. Hoeveel zitten erin? 6. Ga je ze allemaal nemen? Oké, we nemen de laatste 6 pakketjes uit deze winkel. Ja, geluk. Oh, Ezra, voel je hem? Ik hoop dat we hier naar huis gaan. Ik hoop het echt. Oké, ik ben de auto nog niet ingestapt. We zijn hier nog niet weg. En Debra? Ja? Waar ben jij? Hier. Hij is gewoon al gelijk begonnen met het openmaken van zijn pakket. Hij ook al gelijk op het chocola. Ik praat gewoon tegen een achterhoofd. Debra? Ik besta. Ja? Ik besta gewoon niet meer. Je moeder praat tegen je. Ja. Kijk dan. Niks interesseert hem nog meer. Dit moet een goede zijn. Skip room, flesvlinder, shopping center, Sidot, Bargon, Litleon, Lotus, Diarenka. Die reactie. Als Zelman deze reactie schreef, want ik heb geen verstand van die kaart, tenminste een beetje, dan weet ik dat we een goede hebben. En wat heb je nu? Laat hem eens even zien. Een mooie kaart. Wauw. 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 Je blij met je kaart? Ja. En jullie moeten mij naar de McDrive sturen. Sorry, wat zeg je? Naar de McDrive sturen. Sorry? Naar de McDrive sturen! Je hebt het gehoord. Je hebt de jongen gehoord. Oké. We zijn er aangekomen. Zeg maar, wat wil je hebben? 2 Happy Meals. 2 Happy Meals. Ze hoort volgens mij niet. Hallo? Ik hoor u heel slecht. Ja. Ik hoor u heel slecht. Oké, nu mag je nog een keer bestellen. Wat wil je hebben? 2 Happy Meals. Wil je hamburgertjes met nuggets of een McFish? Hoe heet het? Jij moet bestellen? Ik weet niet meer hoe. Kip nuggets. Ja. En wat wil je nog meer hebben? 3 saus. Je hebt alleen... Oh ja, ijs. 3 saus. Welke ijsjes? Nee, wat wil je hebben? Ik hou het helemaal zenuwachtig van je. Debbie, je moet praten tegen hem. Er staat een jonge meid daar zo, dus hij wordt helemaal zenuwachtig. Delhan, wat gebeurde daar net? Werd jij verlegen? Waarom word je zo verlegen? Ja. Ja. Wat wil je eten? Weet je niet wat de McFlurry is? Weet je niet wat de Happy Meal is? Nee. Weet je niet wat de chicken is?
Maak je geen zorgen, we snappen het. We zijn allemaal op dat punt geweest in ons leven. Toen ik mama tegenkwam, was ik ook zo van... Precies hetzelfde, ja. Ja, en ik ook. Oké, één Happy Meal. Ja. Nog een Happy Meal. IJsjes en appeltjes. Een frietje voor... Mias. En voor papa en mama? Niks. Dus zo gaat dat wanneer je kind je leven bepaalt. Dit vergeef ik niet. Is lekker? Ja. Is lekker, Mias? Oh. Ah, Mimi? Oh, het ruikt wel echt lekker. Kijk of hij gaat delen. Kijk of Mias gaat delen. Laten we proberen. Nee, hij tilt niet. Ik heb geluk. Wat is er? Er zit er eentje in. Nee, er zit echt een eentje in. Het is gevallen. Kijk, kijk, kijk. Wacht. Waar is die? Waar is die? Ik gloor, mama. Oh, heerlijk. Oké, we zijn weer thuis aangekomen. En Devran, onze leven vandaag. Je hebt papa niet al goed zien laten gaan met studeren. Je hebt error in mijn hoofd veroorzaakt met al deze rommel. Kijk dit nou eens, liggen jongens. Je hebt losse portemonnee leeggetrokken. Inderdaad, de telefoon gekocht. Weet ik veel wat. Happy Meal en Pokémon en alles. En wat ga je nog meer vandaag doen met ons leven, Devran? Wat gaan we doen? Een taart eten. Oh, dat klinkt eigenlijk niet zo verkeerd. Nou, gelukkig is die toch wel lief voor ons leventje vandaag. Oh, ja, dat is wel die leven. Nou, wacht. Ila wil beginnen. Zeg maar. Bij de taart gaan we lekker lang dansen als ze leven. Oké, helemaal. Nou, ik vind het gezellig. Dat wordt leuk. Leuk. Ga ik ook doen. Lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria. In de gloria. We gaan de taart heen. We gaan de taart heen. Uit. Ja. Piepen de piep. Taart is ja. Oké, met alle kaas. Ieder eigen kaarsje. 3, 2, 1. Woehoe! Dat was leuk. Ja, echt leuk. Is het? Ja, pak maar, Eli. Pak maar. Ja. Wacht. Ja? Papa? Ja. Deze is alleen voor papa. Dus jij? Doe maar lekker ruiken. Doe maar lekker ruiken, dat is echt lief. Doe maar ruiken of die lekker is. Doe maar ruiken. Ja, ik weet het! Oh, lekker! Zo, lekker? Dankjewel, Del. Je maakt ons leven zo mooi vandaag, echt. Vooral die van mij, wat eerlijk is dat. Heerlijk. Lekker. Nee, het is niet zo heerlijk. Doei. Van de taart over op een heel speciaal moment. Devran, hij is nog even bezig met updates. Maar hier, een mooie blauwe telefoon. Je allereerste telefoon en dat doen we. Voor alle dames die met Devran willen appen of bellen. 06 12 34 56. En dan was het, dat is het laatste ook weer, 56. 7 en dan 89. Ja, dat was het. Dus wil je hem bellen? Dat zijn we. Oh yeah. Hey, maar wat ben je van te gaan doen met je telefoon? Wat ga jij nu allemaal doen op jouw telefoon? Altijd meenemen. Oh, en dan? En dan? En bellen. Met wie? Met wie? Met je vrouw. Met wie ga jij bellen? Waarom heb je niet haar nummer gevraagd? Met vriendjes. Oh ja, is goed. Houd haar nog maar voorbij. Oh. Waar is Mias? Waar is Mimi? Waar is Mimi? Hey, dit. Kikkeboe! Ik zie opeens iemand verstoppen hier. Maar jongeman, het is bijna tijd voor jullie. Bijna tijd voor jullie naar bed te gaan. Nee, nee, voor jullie. Ik en Ida en Mias gaan een filmpje kijken. Stuur jij ons nu serieus echt naar boven? Ja. Worden wij nou echt letterlijk? Gebeurt dit echt? Gebeurt het wel echt, Estra. Oké. Doei. Nou, veel plezier hier. Gaat serieus voor het eerst gebeuren dat wij naar bed worden gestuurd en zijn hier beneden. Kinderen worden groot, wij gaan eerder naar de bed. Hij ben je bed. Hij kiest ons team. Oké, gezellig. Kom maar. Kom maar. Hij gaat naar bed. Ja. Jij, papa en mama zijn boven, dus kom, gaan wij een leuk filmavondje maken en wat zijn het? Snoep pakken? Ja. Ik ga deze opladen. Kom, snoep pakken. Ja, ik ga deze opladen. En dan gaat het doen. Ja.
Zo. Ik heb er wat gepakt. Deze twee boven? Oké. Deze. Ja. En dan kom, we gaan Lego film maken. Zo. Dit wordt onze snoep van onze snoep. Filmavond. Dus voor nu gaan we hem heel veel afsluiten. Kom, dan gaan we afsluiten. Bedankt voor... Als jij het nog niet zo abonneert...